En ik wil graag eerst even het woord geven aan de commandant luchtstrijdkracht. Want u zult het nodig hebben om de dag door te komen. En als u het niet heeft, dan staan hier genoeg stalletjes en stempjes. In die cockpit, deze is redelijk ruim, zat dan een jongen van soms 20, soms 22, 23 jaar. Vaak een vrijwilliger. Iemand die naar Engeland werd gestuurd of naar de Pacific werd gestuurd en daar moest gaan vechten. Die soms 25, 30 uur ervaring had, maar meer dan dat ook niet. En dan moest hij deze jager vliegen die een enorme kracht heeft, die enorme kanonnen aan boord heeft. En dan wist hij dat zijn leven in de waas had. Hij wist dat het goed gaat. Maar hij deed het zelf. Eigenlijk niet de juiste brandstof, die zou een ietsje hoger octaangehalte moeten hebben op dit soort operaties.